Het is alweer zondagochtend. Zo te zien hebben ze wel behoefte aan wat nieuw voer. Pas een filmpje maak en de melkvideo nog niet klaar heb, is dat ik ook van de week weer heel druk ben geweest. En gisteren was ik ziek eigenlijk. Dus wel wat hak uitgemest nog, dan moest ik nog even opruimen. Maar gisteravond geen zin en tijd meer om een video klaar te maken. Gooi er even wat rommel overheen. Geen rommel. Gooi er even wat mineralen en kalk overheen.
nog niet gezien hebben in de full video's is hoe we dat doen met een zijblokje, zeg maar, met de zijblokjes van de bult. Pak dit zijblokje en die zet ik naast het zijblokje van de maïsbult en dan snijden we ze weer opnieuw uit. Als je het ziet, dan spreekt het wel voor zich, denk ik. Die blijven staan. Die schep ik straks weer op met de voerwagen. Ja, we staan even mikken met de voerwagen. Even zand van de maïs drukken. Hele lensvis en laat nog niet
Zo. Ja, is nog een beetje netter. Had ik al gezegd dat het rot weer was? Regen, regen, regen. Tot zover zal ik deze video zo even een beetje in elkaar zetten. Ik ga proberen om van de week ook die melkvideo eindelijk af te maken. Ik moet nog wat dingetjes daarvoor schieten eigenlijk. Maar afgelopen week ook ben ik 4 dagen in de week uitwerken geweest. Dus niet op de boerderij. En als je dan ook nog een paar dagen niet fit bent, dan zaterdag echt ziek, dan, dan is de tijd op. De komende week ben ik ook sowieso begin van de week weg. Maandag, dinsdag, woensdag. Dus donderdag klaarmaken. Dus als alles mee zit, volgende week zondag melkvideo. Goed, desondanks graag even een duimpje omhoog. Abonneer als je het niet gedaan hebt hieronder. Help mijn kanaal. En hopelijk tot volgende week zondag. Joep.